Zal ik leuk verhaal vertellen? Ik had met iemand, ik denk of met jou een keer bij de Mediamarkt hadden we zo'n... Ja, dat was met mij. Maar toen de dag ervoor had ik gezoten... Dat was zeker niet met mij, want bij mij was de dag van mijn feestje. Nee, maar luister, dit verhaal is echt leuk. Ik had gezopen die dag ervoor. De dag erna hadden we die meet and greet bij de Mediamarkt. Ik werd wakker, was best wel brak. Maar ik dacht, ja, ik moet erheen. Nee, dus ik die bus in en zo. Nou, toen kwam ik aan bij de Mediamarkt. Bus? Toen had ik nog een auto, hè. Dat is 100% Nee, maar toen gingen we toch naar Ameide, weet je wel. Gingen we naar Snackbar. Nee. En nou moet je allemaal je smeren. Griep. Nee, dat was niet die beroerte. Ja, maar dat was ook een keer. In ieder geval. Toen heb ik daar dus die meet and greet gehad met Milo. Klopt. En toen heb ik daar ook nog lopen scheiden. En dat was niet meer die zo bleef hangen. En toen ging ik daarna weer naar huis. En ik voelde me prima. En toen zat ik weer in de bus terug. En toen werd ik misselijk, jongen. Wat lul ik nou eigenlijk?